Yo guys, wij gaan vandaag naar de tweede oefenwedstrijd van het seizoen, namelijk AFC Nijlen tegen Union Saint-Gilloise. Evert, wat zijn de verwachtingen? Ja, Union, hè. Ik weet niet waar Nijlen speelt, ik weet niet of jij dat weet. Nee, laag. Het regent wel, ja. Dus we hebben er vrij weinig zin in. Maar we gaan jullie meenemen, zoals altijd. Tot zover bij de wedstrijd. Yo, het regent, dus wij hebben even paraplu's gepakt. Evert, kom even in beeld, man. Ja, maar kom dat is moeilijk met kom je zelf erbij. Er staan kinkerlingen aanschuiven, dus we hopen dat we op tijd gaan binnengraken. Er zijn niet veel supporters, wacht. Anders zien we jullie na het begin van de wedstrijd. Ja. Insane. Wij zijn iets te laat aangekomen bij de wedstrijd. We hebben het begin gemist in de eerste goal. En achter ons zit trouwens de bank van Union. Je ziet bijvoorbeeld... Lapoussin, die stond erop. Onder andere. Maar ja, de bank achter ons heel vaak. Ik kon er niet echt in een goede hoek raken, omdat dit is een 40e stap. Maar ja, de wedstrijd is weer begonnen. We zullen hier een kleine view geven van het stadion. Bij Union staan er een paar klappers op het veld, onder andere, wat is Evert? Boniface staat erop, Lazar staat erop, Burgess. Ja, dat zijn zowel de grootste namen die erop staan. Lazar, nummer 8. Daar zien lopen, big up Lazar. Boniface in de spits. Ja, en we zijn er dus achter gekomen dat Burgess echt een fucking beest is. Die mens is zo ontiegelijk groot. Evert, wat nu van de match? We staan hier 2 minuten. Ik weet niet. Het is rust. Verrassend genoeg staat Union nog maar 0-1 voor. En we hebben vooral genoten van de sfeer van de Union-supporters hier vlak bij ons. En van de bank van Union die vlak achter ons zat. Maar de wedstrijd zelf was tot nu toe niet veel goeds. Nee, eigenlijk maar 2 of 3 kansen was het. Niet veel iets anders. We zien jullie in de tweede helft. De tweede helft is begonnen. Union heeft een heel groot deel van zijn ploeg omgewisseld. Zo is Nielsen er bijvoorbeeld wat ingekomen voor Boniface. Burgess staat er ook niet meer op. Puertas is er opgekomen. Lazar is er af. Dus ja, het hele team is verwisseld. En we zijn benieuwd naar de tweede helft. De tweede helft is net begonnen en Union heeft 2e goal gescoord. Nielsen met de tweede goal. Gustav Nielsen met een mooie kopbal. Achter zijn lichaam, mooi van achteruit gekopt. En in open goal verwerkt. Wat was een goede goal, goede voorzet. Goed afgewinnen ook. Prima goal. We zijn een paar minuten verder en het is 3-0 geworden. Puertas met een mooie dieptebal die hij afmaakt in korte hoek. De ploeg van na de helft is heel erg aan het overgaan. Ik denk ook dat Nijlen gewoon uitgeputjes aan het raken. Hij heeft de eerste helft heel veel gegeven. We beginnen de ploeg. De 4e goal van Union. Een speler die we allebei niet kennen. Hij heeft net gescoord met na een mooie doorsteekpas en binnentikken aan de kortste paal. En we staan er tussen 0-4, we zijn de 75e minuut, nog een kwartier te gaan. En dan kan het leiden van stoppen naar Evert. We zijn 1 minuut later in de speler gescoord. Een beetje gehobbeld bij de tweede paal en uiteindelijk een on-goal van de speler van Nijlen waar hij weinig aan kon doen. De bal had sowieso binnengezet, anders door Bart Nieuwkoop. Goeie actie van Bart. Overlap aan de tweede paal is en mooi doorgegeven. Ja, mooie goal. En het staat nu 5-0 voor Union. We zijn weer een minuut later en Nijlen heeft echt opgegeven, want het is nu 0-6. Het was weer echt een gerommel achterin. Keeper met 2 mooie saves, maar dan een mooi baltje naar achter gelegd. En wie scoort met Baptiste? Gustav Nielsen die scoorde.
We zijn weer 2 minuten verder en jullie weten wat dat betekent. Een nieuwe goal voor Union. Het staat nu 0-7. Het was op corner een kopbalgoal van Nielsson. Die er, ja, echt gewoon 2 meter bovenuit zag boven de rest. En ja, Nijl heeft het opgegeven. Wel echt een mooie corner gewoon en een mooie goal van Nielsson. Ja, weer 2 minuten verder en ook de 8e goal voor Union ligt binnen. Mooi rond de keeper gespeeld en gemakkelijk afgewerkt in een open doel door Puertas, denk ik dat was. Hè. Ja. Door iemand anders. We zijn weer een paar minuten verder en staan 9-0. Deze keer werd er gemakkelijk om de keeper heen gespeeld en dan teruggelegd op Nielsen, die zijn 4e of 5e goal maakt. Ja, het wordt een lachertje hier. De match is afgelopen in 0-9. Union heeft zich nog ingehouden op de... Nee, het ging tot de 5e minuut was het 0-1. Toen hield het eigenlijk goed vol. Toen na de rust kwamen er even 2 goals bij, vrij rap. Toen werd het 0-3 tot de 75e minuut. En toen, ja, je hebt gezien, elke paar minuten een goal. Wel leuk, we hebben veel kleppers gezien. Tweede helft zijn ook nog mannen als Bart Nieuwkoop erop gekomen. Ja, we hebben Boniface gezien, Nielsen, Burgess, Lazare, Lapoussin. De enige die echt miste was eigenlijk Teddy Thema en Anthony Maurice in goal. Die hebben we allebei niet gezien, maar voor de rest alle klappers. Ook geen Candous, maar wel Sykes in de verdediging. Dus ja, was leuk, allemaal spelers gezien. Nijlen was ook leuk, maar ja. Dat kennen we niet. We kennen er één iemand van, die heeft vroeger nog bij ons op school gezeten. Die speelde best wel een goede wedstrijd, gezien de omstandigheden. Ja, het was een heel leuke sfeer op de club. Heel veel volk, ook heel veel Union-fans. En ja, even tot het gaan, maar... Ja, veel goals, beter als op de Lierse, waar dat 1-2 was. Betere wedstrijd. En let's go, tot de volgende oefenwedstrijd.